Hallo, thuis. We zijn al begonnen. Ja, ik was ook al een beetje begonnen. Wat fijn dat jullie er ook allemaal weer voor klaar zitten. We hebben hier natuurlijk de grote muziekquiz. En wat fijn dat we met zoveel zijn. Maar ja, wat zou ik zijn zonder het talent van Lotte en Jelly? Want ja, kom. Hoi. Hey. Wel afstand houden, hè? Oh ja, oh afstand, ja. Annie, hou jij me even vast, want die gozer wil met me dansen. Annie, geef jij me maar weer terug, want die gozer die ken niet dansen. En cameraman, kan je hem even aanpakken? Ja, daar komt hij. Want vraag 1. Wat moet Annie vasthouden volgens dit liedje? Is het A, mijn tassie? Is het B, mijn jassie? Of is het C, mijn mutsie? Het was natuurlijk het tassie. Annie, hou jij mijn tassie even vast, want die gozer wil met me dansen. Annie, geef jij mijn tassie maar weer terug, want die gozer, die ken niet dansen. En of zij nou eigenlijk ook echt kan dansen, dat weet ik eigenlijk niet. Want hoe heet eigenlijk de zus van Jan Smit? Ze komt uit Volendam. Mooi, blond. Is dat A, Claudia? Is het B, Monique Smit? Of is het Janette Smit? Ja, en ik ga jullie laten zien hoe mooi en blond ze is. Kijk eens, och, alle mannen van Nederland. Prachtig, hè? Ze is mooi. Het goede antwoord, dat was inderdaad Monique Smit. En voor alweer de derde vraag gaan we kijken naar een filmpje. Een filmpje van Evelien. En je kent haar misschien nog wel. Van dat filmpje met de saxofoon. Maar nu is het wat anders. Kijken jullie mee? Een heel bijzonder instrument, didgeridoo. Aboriginals maakten en gebruikten deze al duizenden jaren geleden. Vaak werd het gebruikt als de mannen muziek gingen maken en de vrouwen dansen en zingen. Misschien moeilijk te zien, maar deze didgeridoo is gemaakt van hout. Insecten hebben hem helemaal uitgehold. Om op de didgeridoo te spelen, moet je lucht door je lippen persen. Ongeveer zo. Ziet er zo een beetje gek uit. Maar de didgeridoo die maakt het tot een mooi geluid. De didgeridoo komt niet uit Nederland, maar uit een land hier heel ver vandaan. Is dat België, Australië of de Noordpool? Succes! Wauw, wat een geluid maakt ze met dat instrument. Vraag 3. Waar komt die vandaan, dat instrument? Komt die A, uit België? Komt die B, uit Australië? Of komt die C van de Noordpool? Ja, en het goede antwoord. Ik neem jullie eventjes mee naar de andere kant van de wereld. Kijk eens, want op deze kaart, daar kan je het heel goed zien. Oh, wacht even. We draaien hem even om. Kijk, hier zijn wij, Nederland. En het instrument komt helemaal hier vandaan. Dat mooie gele eiland. En het antwoord was natuurlijk dan ook Australië. Wauw, daar zou ik nou nog wel eens naartoe willen. Hey! Leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat.
Oh. En vraag 4 is dan ook, wie zingt dat liedje Leef? Is dat Waylon? Is het Suzanne en Freek? Is het André Hazes? Het goede antwoord is André Hazes. En wat is het leuk dat jullie allemaal meekijken. En heb ik dat jullie trouwens al gevraagd? Het is misschien leuk dat je allemaal muziekinstrumentjes neerlegt op de plek waar je onze aflevering van de muziekquiz kijkt. Dan kan je, als je daar zin in hebt, ze erbij pakken en lekker muziek maken. En maak dan ook gewoon even een filmpje en stuur het op naar het onderstaande WhatsApp-nummer. En kijk eens wat ik in mijn hand heb. Wauw, deze prijs. Deze muzikale sokken, in een maat die iedereen past, die kan jij winnen. Dus ik zou zeggen, stuur hem op. Maak een filmpje. Goh, ik zou ze eigenlijk best ook zelf wel willen hebben. Nou, misschien dat ik zelf ook een filmpje instuur. Vraag 5 is, welke kleuren hebben de toetsen van een piano? En dan vraag je je natuurlijk af, een piano? Hoe ziet een piano eruit? Nou, een piano dat is een soort kast met toetsen. Het is een toetsinstrument. Kijk, en dat ziet er ongeveer zo uit. Je hebt ze natuurlijk in allerlei kleuren en maten. En ze zijn echt allerlei, hoe zeg je dat? Ze kunnen echt ook overal staan. En de vraag is dan ook, welke kleuren hebben de toetsen van de piano? Is dat A? Helemaal wit? Is dat B helemaal zwart? Is het C zwart en wit? Of is het wit en zwart? Nou, het goede antwoord, dat is zwart en wit. En we luisteren naar een prachtig nummer van Lotte en Jelly. Heerlijk, wat een geweldig nummer. Nou, en de vraag van nummertje 6 is, hoe heet het liedje? Ja, is het A, een groene dag? Is het B, een blauwe dag? Ik bedoel B, een rode dag. Of is het antwoord C, een blauwe dag? Hij was niet zo heel erg moeilijk. Het was namelijk blauwe dag. Luister maar. En we gaan luisteren naar en kijken vooral ook naar een filmpje gemaakt door Maaike.
Die heeft namelijk een liedje voor ons gezongen. Kijken jullie mee? De glimlach van een kind doet je beseffen dat je leeft. De glimlach van een kind dat nog een leven voor zich heeft. Dat leven is de moeite waard. Met soms wel wat verdriet, maar met liefde, geluk en plezier in het verschiet. De glimlach van een kind dat met een trein speelt of een pop. Zijn glimlach maakt je blij, daar kan geen feest meer tegenop. Wat geeft het dat je ouder wordt? Dat maakt toch niets meer uit, want je voelt je gelukkig, al heb je geen duit. Zo, die kan zingen. Vraag 7 is dan ook, van wie is het liedje eigenlijk wat zij zingt? Door wie is het geschreven? En wie heeft het vroeger gezongen? Is dat antwoord A, Willy Alberti? Is het B, Willeke Alberti? Of is het C, Harry Alberti? Het goede antwoord is antwoord A, Willy Alberti. En Willy Alberti, dat is dan ook, die is ook meer bekend eigenlijk als de vader van Willeke Alberti. En dan weer de opa van Johnny de Mol. Kunnen jullie het nog snappen? We gaan luisteren naar een filmpje en heel lekkere muziek van Lotte en Jelly. Kijken jullie mee? I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true as you gave you things I didn't give to you, old friends. Why are you so shy? Ain't like to hold you back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. You know.
bakkenbaard is een huisje. En in dat huisje, daar is het goed. Opa bakkenbaard is aan het werken. En weet jij wel wat hij doet? Hey. Wat doet die opa bakkenbaard eigenlijk in dat huisje? Wat doet hij? Waar maakt hij dan eigenlijk ook zijn huisje gewoon lekker mee schoon? Is het A, met een stofzuiger? Is het B, met een bezem? Of is het C, met een doekje? Het antwoord is... met een bezem! Opa Bakkebaard heeft een huisje, in het huisje daar is het goed. Opa Bakkebaard is aan het werken en weet jij wel wat hij doet? Hij veegt de vloer met een bezem, hij veegt de vloer, zo veegt hij de vloer. Nou, de aflevering zit er alweer bijna op. En wil jij deze sokken winnen, die iedereen echt past, stuur dan je filmpje op naar ons toe. En dat nummer staat hieronder. En we gaan nog een keer lekker de muziek er even in gooien. Doe je mee? Volgende keer allemaal. Doei. Doeg, doeg. Tot de volgende keer.